De wijk Rozengaard in Brunssum bestaat inmiddels meer dan 100 jaar. Ondanks dat de wijk vroeger bekend stond als probleemwijk, is dat volgens de bewoners inmiddels wel anders. Nou, een hele fijne wijk om in te wonen. Echt. We zijn al zo lang hier. Het zijn de goede dingen, zijn ook kwaaie dingen. Maar het is echt een hele fijne wijk om in te wonen. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, in het begin waren we een klein beetje sceptisch. Maar ik, voor mijzelf, ik hoef niet meer weg. Behalve, ja, als ik ouder word en niet meer in de woning zou kunnen blijven, maar zo aan zich. Mij bevalt het heel prima. Je bent ervan gaan houden? Ja, ja. En de wijk bestaat nu 100 jaar, hoe voelt dat? 102. Ja, dat voelt goed. Dat voelt gewoon goed. Ze zijn blij dat die woningen zijn blijven staan na de laatste renovatie. Want er waren plannen voor dat ze zo weggaan. Maar dat is niet gebeurd. Wat maakt de Rozengaard nou uniek in Brunssum? Ik denk dat het toch de samenhorigheid is. Dat heb je, ja. Ik heb vroeger jaren op een flat gewoond, maar ja, daar woon je, daar ben je anoniem. Dan mag je blij zijn als je je buurman van gezicht kent. En dat is het. Maar hier, ja, je loopt door de wijk, je wordt aangesproken, je maakt hier een praatje, daar een praatje. En ik denk dat dat, ja, het belangrijkste is van samenwonen. Nu vroeger heb ik begrepen, was de wijk, werd er een beetje op neergekeken. Klopt dat? Dat is een volle renovatie, was dat ook, en ook de jaren daarvoor. Maar ja, wij hebben, toen dat begon met die renovatie, met die afbraak, en hebben de vernielingen waren groter. We hebben met een hele kliek hebben de echte kop in gedrukt. En het schijnt dat dat nog de vruchten van afgooit. Want ja, rottigheid heb je in iedere wijk. Dat heb je niet alleen hier, dat heb je overal. U woont er nu al 20 jaar, hoe lang blijft u er nog wonen? Ja, dat is heel erg afhankelijk. De vrouw van mij die begint gezondheidelijk een beetje achteruit te gaan. Dus over enkele jaren zullen we toch naar een gelijkvloerse woning moeten gaan kijken. En dat is jammer? Ja, zeer zeker. Want ik weet zeker, die samenhorigheid die vind je daar in ieder geval niet meer. Nu, wat brengt de toekomst voor de Rozengaard? Ja, wat is de toekomst van de Rozengaard? Wie zegt het? Wij weten het ook niet. We hopen nog een hele tijd te mogen blijven wonen hier. Maar ooit zal er wel een einde aan komen, maar ja, vraag me niet wanneer. Dat zal ik niet weten.